In de zomer heb je vaak niet zo heel veel zin om te koken. Dus daarom is een gazpacho, zo'n koude tomatensoep uit Spanje, ideaal om te maken. Normaal gesproken wordt die gemaakt met brood. Ik ga je vandaag laten zien hoe je een gezondere gazpacho kunt maken. Je hebt nodig een klein rood uitje, knoflook, paprika, komkommer, tomaatjes, witte balsamicoazijn, olijfolie, een avocado, basilicum, peper, zout, water en wat groente als garnituur. Een soepje maken is niet zo moeilijk, want alles mag in de blender en je bent klaar. Uitje erbij. En dan nog een beetje garnituur erover. En je bent klaar.